welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een video waar jullie echt op zaten te wachten volgens mij, want ik heb het al best wel vaak willen maken, maar het is er nooit van gekomen. Nou is hij er eindelijk en dat is een full face make-up met alleen maar HEMA make-up en ook mijn first impression, dus mijn eerste indruk. Ik heb deze make-up nog nooit gebruikt, dus dit wordt de eerste keer en ik ga deze look ermee maken. Ik vind het altijd heel leuk om dit soort video's te maken, omdat je dan leuke betaalbare make-up ziet en er vaak ook hele goede producten bij zitten, die je dan weer heel veel geld kunnen besparen. Ik ga de make-up ook de hele dag oplaten en dan aan het einde van de dag gaan we weer zien hoe het er nog op zit. Nou, ben je benieuwd naar deze video? Vergeet niet te liken. Vergeet ook niet te abonneren als je nog niet bent geabonneerd. En vergeet ook vooral niet op het belletje te klikken naast abonneren, anders zie je niet altijd mijn video's. En als je op het belletje klikt, zie je altijd gelijk al mijn video's. Ik heb mijn kroontje weer op en dat betekent dat we gaan beginnen. Ik heb mijn wenkbrauw al gedaan, want ik keek net in de HEMA-zak en ik besefte me eigenlijk dat ik niks voor mijn wenkbrauw heb gekocht bij de HEMA. Dus ik heb daar helaas niks voor. Ik ben daar echt vergeten. Ik heb wel één ding voor jullie en dat is dat mijn zus altijd de HEMA-potloodjes gebruikt voor de wenkbrauwen. En mijn zus heeft ook wel een beetje verstand van make-up en zij vindt die wenkbrauwpotloodjes heel goed. Dus zij raadt ze in ieder geval zeker aan. Ik ben ze helaas vergeten te kopen. Nou, omdat ik toch in bijna elke video best wel ga voor een heftige looks. Ik maak allemaal kleurrijke looks. Ik plamuur mijn gezicht altijd helemaal vol. Dus jullie zien altijd dat soort looks. Dus het leek me wel leuk om vandaag voor een meer alledaags naturel look te gaan. Want ja, laten we nou eerlijk zijn. De meeste mensen gaan meer voor een alledaagse look in plaats van die heftige looks. Maar ik weet dat jullie het ook heel leuk vinden om die heftige looks te zien. Dus vandaar dat ik die ook vaak maak. Maar dus vandaag een keer wat anders. Nou, omdat de look van vandaag dus niet echt heel heftig wordt, kunnen we gewoon eerst beginnen met het gezicht. En ik ga dus eerst mijn gezicht primen. En ik gebruik hiervoor de HEMA Anti-Shine gezichtsprimer. Nou, er staat anti-shine op, dus het is een matte primer. Er staat hierop achterop dat hij mat is. Dus deze gaat waarschijnlijk extra goed zijn voor een vettige huid. Die ik niet heb, want ik heb een hele droge huid. Maar ja, ik vind het ook wel gewoon fijn om af en toe matte primers te gebruiken. Om het allemaal toch nog extra mat te maken. Mensen, ik moet wel zeggen, ik heb nou een beetje op mijn hand gedaan en hij is best wel waterig. En dat is best wel apart, want matte primers zijn meestal juist niet waterig. Dat zijn meestal echt siliconenbollen. Maar deze is meer aan de waterige kant. Hij geeft ook een beetje een witte kleur af. Oh mijn god, hier is hij helemaal aan het kruimelen. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar hier is hij helemaal aan het kruimelen. Ik moet het helemaal weghalen. Oké, mensen, ik heb het al gezien. Ik vind deze primer helemaal niks. Ten eerste is hij hier helemaal gaan kruimelen. Dat vind ik al heel niks. Ten tweede, hij maakt mijn gezicht helemaal grauw. Hij geeft een te witte gloed af. En ja, ik vind het niet mooi als een primer dat doet. Want dan verpest hij gewoon de kleur van mijn huid. En of hij nou heel mat maakt, ja, een beetje. Ik vond hem al te waterig. Meestal als hij zo waterig is, gaat het niet heel mat zijn. Dus helaas klopt mijn gedachtegang daarin. En nee, deze primer is voor mij een no-go. Nou, dan gaan we snel door met foundation. Dit is de HEMA Skin Protecting Illuminating Foundation in de kleur 03 Neutraal. Deze heeft dus een radiant finish. Dat betekent dat hij niet mat is, maar hij geeft je gezicht een glow. En dat is weer vooral goed voor de droge huid zoals die ik heb. Het heeft een light to medium coverage, dus een lichte tot medium dekking. Deze heb ik expres gekozen omdat ik dus ga voor een meer naturel look. Meestal heb ik de volledige matte foundation. Die was er ook bij de HEMA, maar ik heb dus expres gekozen voor deze. En de kleur 03 neutraal. Dit was echt een gokje, want er waren niet echt veel kleuren. Nou, ik ben hier heel benieuwd naar en ik hoop dat hij goed is, want hij was niet heel duur. Deze foundation is €7,50. En ik was vergeten om te vertellen hoe duur de primer is. De primer is €4,50. En ik breng de foundation aan gewoon weer met mijn beautyblender, zoals ik altijd doe. Ik hoop echt dat de kleur een beetje goed gaat zijn. Al oogt hij nou een beetje oranje en donker. Nou, ik heb de foundation helemaal aangebracht. De kleur is op zich gewoon oké. Het heeft inderdaad een lichte tot medium dekking. Het is absoluut geen volledige dekking, ook geen hele lichte dekking. Het zit echt een beetje tussen licht en medium in. De finish klopt ook. Hij is niet mat, hij is een beetje glowy, radiant. Dus ik vind het voor nu een prima foundation. Helemaal voor de prijs, €7,50. Het enige nadeel is dat hij best wel dik is. Ik vond hem best dik. Ik merkte dat al toen ik hem aan het opstippelen was. Het is een vrij dikke foundation en daar hou ik niet zo van. Vooral als het niet eens een volledige dekking is. Als een volledige dekking foundation nou een beetje dik aanvoelt, heb ik altijd iets van ja oké, want het is een volledige dekking. Maar dit is een lichte tot medium dekking. Dus ik vind het niet oké dat hij dan dik aanvoelt.
En hij is voor mij een beetje aan de oranje kant. Maar ja, dat is niet iets negatiefs. Dat is gewoon de kleur. Maar ik kan er wel mee werken. Voor de rest vind ik hem prima. Nou is het tijd voor concealer. Ik heb de HEMA Under Eye Concealer in de kleur 81. Van de foundation en de concealer waren er niet heel veel kleuren. De kleur 81 was de enige die een beetje in mijn huidskleurcategorie kwam. Dus daarom heb ik deze gekozen. Ik ga hem even openmaken. Dit is dus zo'n concealer met zo'n kwastje als applicator. En dan moet je hieronder drukken. En dan komt... Oh nee... Draaien, je moet hier draaien. En dan komt de concealer hopelijk hier zo meteen uit. Als je hem voor de eerste keer gebruikt, moet je echt altijd eventjes draaien. Dat is met bijna elk product met zo'n applicator. Nou, er is al een beetje uitgekomen. Ik ga dit gewoon onder mijn ogen doen. Bij mijn kin en bij mijn voorhoofd. Nou, de kleur concealer is wel iets te donker. Het lijkt iets te veel op mijn huidskleur. Maar ja, er waren niet echt veel opties in kleuren. Maar hij is in ieder geval wel iets lichter dan mijn huidskleur, dus ik kan er gewoon mee werken. Nou, ik heb de concealer helemaal uitgeblend. Hij bracht super makkelijk aan. Hij blende ook echt heel makkelijk uit. De kleur is voor mij op zich wel goed als ik ga voor een alledaagse look zoals vandaag. Ik moet wel zeggen, dit is geen volledige dekking concealer. Dus als je echt heel veel wallen hebt of dingen die je graag wilt verbergen, daar gaat deze je waarschijnlijk niet zo mee helpen. Maar als je gewoon een vrij egale normale huid hebt zoals ik, dan is deze gewoon ideaal voor een alledaagse look. Want hij dekt gewoon genoeg. Nou, als hij niet gaat creasen, dan raad ik deze zeker aan, maar dat zien we straks. Ik heb niks qua contouren of gezichtspoeder, dus ik ga even snel beken en mijn neus contouren en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, ik heb jullie even ingezoomd, omdat ik jullie echt even iets wil laten zien. Ik was aan het beken met mijn Milani poeder, die ik gewoon vaker gebruik om te beken. En je kunt gewoon hier zien dat die beek ook helemaal aan het kruimelen is. En aangezien dat ook gebeurde met de primer, weet ik zeker dat het dus gebeurt door de primer. Hier is de poeder ook totaal niet egaal. Het is echt helemaal gaan kruimelen. Mensen, ik raad die primer echt niet aan. Je zou nog kunnen zeggen dat het komt omdat het een matte primer is en ik een droge huid heb. Maar ik heb hier echt nog veel meer matte primers liggen in mijn la, waarbij dit gewoon niet gebeurt. Dit is echt nog nooit gebeurd. Dit is mij nog nooit gebeurd. Dus deze primer, mensen, is echt een faal. Nou, laten we maar gewoon snel doorgaan. Ik heb even mijn neus gecontoured en gebaked zoals jullie natuurlijk net al zagen. Oh, ik ben gewoon weer de prijs vergeten te zeggen van de concealer. De concealer is €4,25. Ik heb de poeder weggehaald en ik kan hier gewoon helemaal mijn huid weer zien. Oh mijn god. Deze primer, echt, I can't. Er is nou hier gewoon helemaal make-up van mijn gezicht af. Je kunt nou gewoon hier een beetje rood zien en zo. Oh, dit is echt vreselijk. Zo zie je maar weer hoe een primer zoveel kan veranderen. Nou gaan we snel verder met oogschaduw. Ik heb een HEMA oogschaduwpaletje in de kleur 02 Nature. En dit paletje is €7,50. Dat vond ik echt best wel duur voor HEMA make-up en je hebt maar 4 kleuren. Maar ik hoop gewoon dat ze mooi zijn. Nou, ik heb ze even geswatcht op mijn hand. Dit ziet er niet echt heel veelbelovend uit. Ze swatchen niet echt heel mooi. En ook best wel poederig. Maar ik hoop dat ze gewoon mooi gaan zijn op mijn oog. Nou, ik ga eerst even snel oogschaduwprimer aanbrengen. Dit is mijn Catrice Primer Fine oogschaduwprimer. Nou, ik ga eerst deze lichtere kleur pakken en die ga ik gewoon doen op mijn hele oog. En dan echt tot aan de wenkbrauw. Dit is een beetje een lichte glitterige kleur. Dit doe ik om de oogschaduwprimer te zetten en om een basis te creëren voor de rest van de oogschaduwen. En ik breng een beetje extra aan onder mijn wenkbrauw. Omdat het wel mooi is als daar een lichte glitterkleur zit. Dit zijn trouwens allemaal glitterkleuren behalve deze. Dit is de enige matte. Dan pak ik eerst die bruine matte kleur en die ga ik gewoon een beetje onder mijn arcadeboog aanbrengen. En ik begin hier in de buitenste hoek. En ik dep het er gewoon zo op. En dit doe ik dan zo ook bij de andere kant. En dan met de fluffy kwast waar niks op zit, ga ik het gewoon uitblenden. Tot nu toe vind ik deze kleur heel mooi. Er komt gewoon genoeg pigmentatie vanaf. Ik ben ook blij dat hij gewoon mat is. Je kunt hem makkelijk uitblenden. Dit kost mij echt niet veel moeite ofzo. Ja, tot nu toe ben ik hier wel tevreden over. Had ik niet echt verwacht. Er is ook echt nul fallout. Er valt helemaal niks naar beneden. En ik zweer het, ik heb hier een paar duurdere oogschaduwpaletjes. Waar er echt een hele kilo oogschaduw op mijn wang valt. En dat is bij deze gewoon helemaal niet. Dus ik ben echt in shock. Dan pak ik deze bruine glitterkleur. En die ga ik gewoon op mijn hele ooglid doen. En ik maak altijd mijn kwast nat met MAC Fix Plus. Oké, bij deze kleur is er niet echt heel veel pigmentatie. Ik moet echt best wel vaak terug in mijn paletje gaan om wat meer kleur te pakken.
Uiteindelijk is de kleur wel mooi, dat wel. Maar er is niet veel pigmentatie. Maar er is ook wel weer geen fallout. Er valt helemaal niks op de wang. Er valt ook echt geen poeder uit het paletje of zo. Alles blijft gewoon mooi op zijn plek. Ik vind dat wel echt een heel groot voordeel. En ja, voor deze kleur moet je dan gewoon een klein beetje extra moeite doen. Dan pak ik deze bruine glitterkleur. En die ga ik nog iets mee doen in de buitenste ooghoeken. Ook deze donkerbruine glitterkleur is weer super mooi en blendt weer heel mooi uit. Echt, ik vind de look echt heel mooi geworden. Ik ga nog deze lichte witte kleur onder mijn wenkbrauw doen en in mijn binnenste ooghoek. De donkere matte kleur ga ik ook onder mijn ogen doen. Nou, dan ben ik voor nu klaar met de oogschaduw. Ik raad het paletje zeker aan. Je kunt deze mooie look ermee creëren. Je kunt ook een beetje spelen met de kleuren en een andere soort look maken. Maar ik vind dit zeker de €7,50 waard. Ondanks dat de bruine glitterkleur niet genoeg glittert. Maar dat is gewoon mijn persoonlijke mening. Want ik hou altijd van hele extreme glitters. De meeste mensen houden niet eens van zo extreem. Dus voor de meeste mensen gaat deze gewoon ideaal zijn. En ik raad hem zeker aan. En je hebt ermee nog 3 verschillende varianten. Of 4 verschillende varianten. Je hebt er weer nog 3 of 4 verschillende varianten kleuren. Dan heb ik hier de Ultra Fine Pen Eyeliner. Ook van de HEMA natuurlijk. Deze pen eyeliner is €4,50. En ik vind het puntje echt heel mooi. Hij gaat heel mooi in een punt. En daar hou ik van. Ik heb hem ook op mijn hand aangebracht. Hij is heel erg zwart. Dat vind ik heel fijn. Alleen hij loopt wel een beetje uit op de swatch. Dus ik hoop niet dat hij te veel gaat uitlopen op mijn oog. En ik ga dus gewoon een dun streepje eyeliner hiermee aanbrengen. Ik maak bewust geen hele winged eyeliner. Omdat dit dus een look is die alle alledaags moet kunnen en niet iedereen kan een hele winged eyeliner maken alledaags. Ik ben echt super blij met deze eyeliner. Mensen, voor €4,50 deze is echt top. Hij bracht zo makkelijk aan. De punt is heel puntig, dus je kunt heel precies werken. Hij droogt ook vrij snel op, hij droogt ook mat op. Hij bloedt niet helemaal, hij loopt niet helemaal uit. Ik heb hier niks slechts over te zeggen. Ik ga deze zeker vaker gebruiken. Ik was altijd blij met mijn Essence Pen Eyeliner. Maar deze overtreft Essence. Als je gaat voor een Essence Pen Eyeliner. Die zijn ook rond deze prijskategorie. Volgens mij is deze misschien €1 duurder. Maar deze is echt beter. Ik vind deze echt toppie. Ik heb hier de HEMA Volume Mascara. Zo ziet de applicator eruit. Gewoon een vrij basic mascara. En deze mascara is €4. Ik hoop dat die even goed is als mijn Essence mascara's. Nou, zoals veel van jullie al weten. Ik heb niet veel wimpers. Dus je gaat niet veel zien. Je kunt misschien een beetje geluid horen hier, want mijn moeder is gaan douchen en als iemand doucht dan kan ik dat hier in de zolder heel goed horen, want dat ding van de douche staat dus hier. Maar of deze echt beter is dan mijn Essence mascara's, dat niet per se. Dus je kunt beter gaan voor Essence dan voor HEMA, maar in principe vind ik hem wel gewoon goed. Ik heb geen nep wimpers van de HEMA, dus ik ga even snel nep wimpers opdoen. Wimpers zitten erop en ik heb ook mascara gedaan op mijn onderwimpers. Dit zijn mijn alledaagse wimpers. Ik heb deze wimpers van Sina Mode. Dit zijn de Sina Lashes en deze heette Valentina. Deze zijn heel vol en ik denk voor de algemene persoon zijn deze ook heel lang. Maar ja, voor mij vallen ze gewoon wat korter uit omdat ik veel oogruimte heb. We gaan nu ons gezicht bronzen. Hiervoor heb ik de matte bronzer van de HEMA in de kleur 02 Medium. Als je bij bronzers de optie hebt medium, light of dark, dan val ik altijd in categorie medium. Want mijn huiskleur valt gewoon altijd in de medium range. Maar ik vind hem er een beetje grauw uitzien. Ik hoop dat de kleur een beetje mooi gaat zijn. Ook geswatcht ziet hij er een beetje grauw uit. Maar ja, ik heb wel geleerd dat je niet echt op swatches kunt vertrouwen altijd. Want bijvoorbeeld de oogschaduw swatches waren ook vreselijk. Maar op mijn ogen is het heel mooi. Dus we gaan het gewoon aanbrengen. Deze bronzer is trouwens €5. Ik vind de bronzer niet zo, omdat hij een beetje vlekkerig aanbrengt. En de kleur is echt gewoon te oranje. Je hebt gewoon hier een hele bruine vlek. En dat is gewoon niet mooi. En ik krijg het gewoon niet goed uitgeblend. Nee, deze bronzer is voor mij echt een no-go. Voor €5 meer heb je de matte bronzer van NYX. Dus ik zou eerder die nemen. Deze kost maar €5 meer, dus €10. En deze is echt heel goed. Als blush heb ik de HEMA Satin Blush Powder in de kleur 09 Vampy Smoke. Deze blush kost maar €4 en de kleur leek me heel mooi. En deze heeft dus een satijnen finish. Dus niet mat en ook niet heel glowy. Valt er een beetje tussenin. Oké, ik heb hier een beetje te veel op gedaan. De kleur is wel heel mooi. Hij blendt ook gewoon mooi uit. Deze vind ik wel echt heel mooi. Deze is zeker een aanrader. Ik vind hem wel een beetje mat uitvallen. Ik vind hem niet echt satijn. Het is meer een matte blush. Maar ik hou wel van matte blushen. Dus ik vind hem heel mooi. Altijd als ik te veel blush aanbreng, ga ik er even overheen met een kwast waar niks op zit.
om het wat minder te maken. Ik heb ook deze HEMA Highlighting Powder in de kleur 03 Sunlight. Dit is dus een highlighter. Deze had je in 3 kleuren. Ik vind alle 3 de kleuren vond ik niet heel mooi. Maar ik vond deze dus van de 3 wel het beste. En deze kost 5 euro. Maar het ziet er niet echt heel veelbelovend uit. Hij lijkt een beetje alsof er gewoon van die losse glittertjes op zitten. En dat is echt niet mooi als highlighter. Maar ik ga hem gewoon opdoen en dan gaan we kijken. Dit voelt gewoon alsof je een normale poeder op je gezicht doet. Waar dan een beetje glitters erin zitten. Niet echt als een mooie highlighter of zo. En hij maakt mijn gezicht weer heel grauw. Nee, deze is echt vreselijk. Deze raad ik niet aan, mensen. Ik vind deze even slecht als de primer. Ik ga even met mijn blushkwast er een beetje overheen om het wel minder te maken. Want deze is echt vreselijk. Nou, dan als laatste lippen. Ik heb de lippotlood en de lipstick. Die ga ik allebei even opdoen. Ik ga eerst de lippotlood opdoen. Ik heb hier de HEMA Lip Pencil in de kleur 24. En die ga ik gewoon aanbrengen. Dit is een beetje een bruinige nude kleur. Nou, dit lippotloodje bracht echt heel fijn aan. Heel creamy, heel gepigmenteerd. Deze raad ik zeker aan. En dan heb ik hier de HEMA lipstick in de kleur 44 Calm Down Brown. En dit is een iets lichtere bruine nude kleur. De lipstick is trouwens 3,50 euro. En het lippotloodje is 2 euro. Ik raad ze zeker allebei aan. Deze vind ik echt geweldig. Niks negatiefs over te zeggen. Het lippotloodje alleen heeft niet heel veel pigmentatie. Je moet er best wel vaak eroverheen gaan. Maar dat maakt mij in principe niet uit. Al moet ik er 10 keer overheen gaan. Ik vind de kleur mooi en hij is lekker creamy. Hij zal vast niet lang op de lippen blijven. Dat claimt hij ook niet, want het is een creamy lipstick. En geen matte lipstick die lang blijft. Deze zou in principe te licht zijn voor mij. Maar met een donkerbruin lippotloodje wordt het een heel mooi ombre effect. Vandaar dat ik ook dit lippotloodje erbij had gepakt. En dit was dan de volledige look. Nou, ik ben weer terug. Het is nu 9 uur 's avonds. Ik maakte deze video toen straks rond 11 uur. Dus ik heb mijn make-up echt al heel lang op. Alles zit er nog heel goed op. Ik ben heel tevreden over de make-up. Mijn mening is niet echt veranderd. Ik vind nog steeds de highlighter echt poep. Die is er ook helemaal van af. En de primer doet echt geen rol. Die is echt waardeloos. Voor de rest, de lipstick en het lippotlood zijn wel goed. Alleen ze smutsen wel echt heel erg. Dus je moet ze wel vaker opdoen. En als je gaat eten, zou ik het er even afhalen. Maar voor de rest zijn die gewoon prima. De oogschaduw is ook helemaal prima. Dus ja, in principe is mijn mening echt onveranderd. Ik vind de highlighter echt slecht. En ik vind de primer echt slecht. En de bronzer vind ik ook niet zo. Voor de rest ben ik echt tevreden over alles. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg! Ja, ik kan me niet concentreren als jij daar staat op de trap. Nou, ik ga beginnen met mijn video. Even iedereen stil. Anders kan ik me niet concentreren. Ja, deze.